Buiten. Hij zegt dus, ik heb nooit gezegd dat Johan Cruijff een racist is, Edgar Davids. Ik wil ook, zoals vaker gezegd, duidelijk maken dat ik diep respect heb voor de voetballer Johan Cruijff, ondanks de persoonlijke zaken die mij de laatste dagen ten deel zijn gevallen. Om de samenwerking tussen de leden van de Raad van Commissaris niet verder onder druk te zetten, is dit niet eerder naar buiten gekomen. Dat was in het belang van Ajax, de club waar Johan Cruijff en ik onze jeugdopleiding hebben genoten. En dat je na de emoties van de laatste dagen, na de lange, moeizame, vaak verhitte vergadering van gisteren, waar ik wederom te maken kreeg met zeer persoonlijke aanvallen, eerlijk antwoord geven op een vraag van uw journalist, lijkt mij in dit geval verklaarbaar. Ja, dan is hij dus niet stressbestendig tegen de functie van lid van de Raad van Commissarissen. Maar je zegt zelf, Johan Cruijff is eigenlijk, dat proef ik ook uit jouw woorden, eigenlijk is het onmogelijk om mee samen te werken. Nee, is uitstekend mee samen te werken, maar je moet de bijsluiter goed lezen. Cruijff is natuurlijk een lastige man, want Cruijff is gewend. Nou hangt hij niet meer, dat is nou jammer. Nee, technische beslissingen, die heeft hij zijn hele leven genomen. Dat vindt hij de normaalste zaak van de wereld. Maar al het gedoe met het algemeen directeurschap, dan zeg je bijzaak, dan moet je er maar gewoon mee doorlopen. Nou, hij wil een algemeen directeur, en dat is niet zo gek, die zijn technische beleidsplan. Misschien moet het hier maar mee afronden. Ik krijg trouwens nog een sms'je van de allerhoogste baas van LOS, dat het absoluut niet ingestoken is, het interview. Dat Edgar Davids gewoon spontaan heeft geantwoord. Dus, nou ja, goed. Ja, het was een swingend interview. Dan hebben we alle partijen aan het woord gelaten. We hebben gedrag dat redelijk kritisch te noemen. Maar ik wou dat ze mij zo eens op gingen nemen. Ik moet altijd live alles er maar uit babbelen. Maar die commercial die stond er in één keer op, toch? In één keer? Ja. Die stond er in één keer op. Ja, maar ik weet dat jij ook graag met de bushuisjes had gehangen. Ik vind het wel mooi met die ratel enzovoort. Ja, en deze is ook goed, hè? Ja. Wakker worden!